Oké. Welkom allemaal bij dit allereerste college Hydrogen en Fuel Cells. Mijn naam is, zoals al besproken, Johan Antonissen. En in deze module gaan we het hebben over de volgende onderwerpen. Dus het is opgedeeld in hoofdstukken. Het gaat als volgt. Eerst beginnen we dit hoofdstuk met eventjes een herhaling van wat is waterstof nu precies ook alweer en waarom is het zo belangrijk? Waarom heeft iedereen het erover? Wat zijn eigenlijk de voordelen? Maar ook wat zijn de nadelen van waterstof? Want als het alleen maar voordelen zou hebben, dan zou het natuurlijk al lang al hebben gehad. Tweede hoofdstuk gaan we het hebben over hoe wordt waterstof dan precies gemaakt? Wat zijn de technieken erachter? Wat is de wiskunde erachter? Want het is toch voor jullie belangrijk om te weten hoe dan precies waterstof op een duurzame manier wordt gemaakt. Het is een redelijk chemisch en natuurkundig verhaal, dus ik ga er niet super diep in, want het is ook niet het doel van de module. Het doel van de module is het ontwerpen van een waterstoffabriek. Oké, koffiezetapparaat. Daarna gaan wij in hoofdstuk 3, in week 3, gaan we het hebben over de manieren om waterstof te produceren. Er zijn heel veel verschillende typen brandstofcellen en electrolyzers om waterstof te kunnen produceren. Dan gaan we alles even af met de respectievelijke voordelen en nadelen. Hoofdstuk 4 gaan we kijken naar de balance of plant. Daar gaan we het er namelijk over hebben van, oké, we hebben zo'n electrolyzer of een brandstofcel. Hoe zorg je er nou voor dat dat beestje blij is en dat hij lekker zijn werk kan gaan doen? Daar heb je natuurlijk ook nog een aantal belangrijke apparaten voor nodig om dat te kunnen. Daarnaast, hoofdstuk 5, gaan we weer even door op die balance of plant. En dan gaan we het hebben over hoe ziet die balance of plant nou eigenlijk uit als je zo'n electrolyzer wil aansluiten aan een duurzame bron. Want dat heeft nogal een aantal haken en ogen. En die moet natuurlijk ook worden getackled bij deze module. Hoofdstuk 6 gaan we het hebben over de opslag en het transport van waterstof. Dat is ook een redelijk belangrijk iets in deze hele keten. En in hoofdstuk 7 wil ik het toch nog even kort hebben over de alternatieven die er zijn op waterstof. Want er is veel meer aanwezig en het is toch even fijn dat jullie dat allemaal even hebben gezien. Ik gebruik hiervoor een boek. Het boek heet Hydrogen Production. Geschreven door iemand waarvan ik niet de naam wil uitspreken. Dat lijkt me lastig. Jopek, laat ik het maar even daarbij houden. De belasting voor deze module is 3 studiepunten. Ik zie dat de les en de meeting, dat die er verkeerd op zijn geschreven. Ik heb deze module vorig jaar gemaakt en toen was dit de lestijd. Dus dit moet je even wegdenken. Ga gewoon van het rooster uit. Het boek is dus Hydrogen Production by Electrolysis. En het examen, de toets, is natuurlijk een verslag waar we het zo even over gaan hebben, wat daar precies allemaal in moet komen. Dit boek hebben jullie, als het goed is, nu ook allemaal in bezit. Oké. Het filmpje wat we afgelopen maandag hebben gekeken, wil ik voor de compleetheid nog eventjes nog een keer aan jullie laten zien, zodat het ook hier in dit YouTube-filmpje staat. Duurt maar 2,5 minuut, maar dit is eigenlijk de kern van de module. We gaan waterstof produceren offshore. Laten we nog eventjes 2 minuten ernaar kijken. In the next few decades, we will move towards a sustainable energy system with an increasing number of offshore wind farms. At the same time, more and more oil and gas platforms are becoming obsolete as the fields are depleting. Legislation dictates that the platforms should be dismantled, but that is very expensive and irreversible. However, there's a smart and sustainable alternative in which the remaining gas and oil reserves can also still be utilized by connecting the production platforms to existing and future wind farms. By making this power connection, platforms can operate using clean wind energy, and they are less dependent on their own gas turbine-generated power. Unwanted emissions of CO2 and NOx are thereby eliminated. Moreover, the platforms can use excess wind energy to produce hydrogen or methane. Those can be blended in gas pipelines and pumped directly to the shore, or they can be stored temporarily in empty gas fields.
But these connections offer even more benefits. When the wind isn't blowing, the platforms can still generate electricity and deliver it directly back to the grid, even from near empty gas fields. This ensures the best utilization of the grid. If gas fields are completely depleted, they can be used, together with their existing pipelines and platforms, to pump and store CO2. Lastly, we can convert some of the platforms into transformer substations. In this way, we can bridge longer distances and build wind farms further offshore. A new, sustainable life for all platforms, for a clean energy future in the North Sea. Ja, dat was nog even een keer. Oké, wat gaan wij dus doen bij deze module? We gaan een offshore plant met elkaar ontwerpen die een aantal dingen doet. Ten eerste komt hierin duurzame energie. Duurzame energiegeneratie die is afkomstig van jullie berekening van offshore wind farm design. En daarna gaan wij in deze plant gaan we kijken hoe wij die toevoer van energie kunnen gebruiken om het zeewater op te pompen. Vervolgens gaan we dat zeewater gaan we reinigen en daarna gaan we het omzetten in waterstof. En we gaan het vervolgens of door de pijpleiding terugsturen of we gaan het samendrukken tot vloeibare waterstof. Die keuze mag je even zelf maken. Nou, daar zitten een aantal vereisten aan je eindverslag. De complete omschrijving ervan staat natuurlijk ook gewoon in de studiehandleiding. Dus ik zou jullie aanmoedigen om dat ook eventjes goed te lezen. Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om een flow diagram van de fabriek te hebben. Dus voor iedere stap van productie willen we natuurlijk ook gaan kijken naar de efficiëntie. Want alles kost energie. Dit willen we allemaal bij gaan houden. Ik wil weten wat grofweg de druk en de temperatuur per stap is. Het is handig om in de gaten te houden, want daarmee kan je ook de efficiëntie bepalen. Een schatting van wat de efficiëntie van je elektrolysecel is. En even voor duidelijkheid, er wordt heel vaak gesproken over brandstofcellen en er wordt gesproken over over elektrolysecellen. Een brandstofcel is een motor. Ja? Er gaat waterstof in en er komt elektriciteit uit. Een elektrolysecel is een omgekeerde brandstofcel. Daar gaat elektriciteit in en er komt waterstof uit. Dus ik heb een keer op mijn kop gehad van chemici dat ik zei dat ik waterstof ging maken met een brandstofcel. En toen kreeg ik een klap en toen zeiden ze, Johan, dat kan je echt niet maken. Het is een elektrolysecel. Dus jullie zijn alvast gewaarschuwd. Als jullie met chemici praten, maak die fout niet, want dan nemen ze je niet meer serieus. Vervolgens moet het hele systeem natuurlijk ook passen. Dus je gaat ook kijken van het platform dat je hebt, hoeveel kan daar nou eigenlijk op kwijt? Wat voor systemen heb ik dan precies nodig? En hoe ziet dat er grofweg uit? We gaan natuurlijk geen detailontwerp maken, maar we moeten natuurlijk wel even kijken, past dit precies? Want het resultaat moet zijn een basic design. Ja? Dus even kijken, deze electrolyzers hebben we nodig, deze compressoren hebben we nodig, dit voorbehandelingssysteem hebben we nodig, enzovoort, enzovoort. Maar natuurlijk, dit alles wordt aan jullie geleerd tijdens deze module. Tot slot, wat ook nog belangrijk is, is dat we gaan kijken wat het effect van duurzame energie is. Want wat is er namelijk aan de hand? Brandstofcellen en electrolyzers vinden het enorm fijn om een constante toevoer te hebben van energie. En die is er niet, natuurlijk. Want wind waait soms wel en waait soms niet. Dus je hebt een hele fluctuerende input van energie. En dus moet je dus ook gaan kijken, hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Hoe kunnen we die brandstofcel zo efficiënt mogelijk gebruiken? En daar zijn ook verschillende opties voor. En die gaan we met elkaar bespreken later in deze module. Let erop, alle slides voor deze module staan ook al online. Dus in principe kan je gewoon overal bij en alles kijken als je eventjes iets wil weten wat in de toekomst wordt besproken. Dit zijn eigenlijk de hoofdonderdelen waar zo'n fabriek uit bestaat. Je hebt ten eerste aan de linkerkant heb je natuurlijk je energiegeneratie. Die energie die wordt naar het platform meegenomen en vervolgens wordt in het platform dat zeewater naar binnen gepompt. Dat zeewater dat moet worden gereinigd, want electrolyzers die houden alleen maar van puur water. Er worden wel wat dingen aan toegevoegd, maar het moet zo puur mogelijk zijn. Dus je wil eigenlijk al je zouten en al je andere rotzooi weer eruit krijgen.
Daar moet je rekening mee houden. Daarna willen we natuurlijk elektrolyse gaan toepassen. En vervolgens krijg je waterstof. Maar waterstof, dat is een gas. En als je dat waterstofgas op een dichtheid gaat gebruiken, even hoog als de dichtheid van de atmosferische druk, dan zit er bijna geen energie in. Dus je moet het waterstof moet je heel erg samendrukken. En hoe ga je dat dan precies doen? Daar moet je ook naar gaan kijken. Dus we hebben te maken met compressie van waterstof. En vervolgens moet je het opslaan. En dat kan natuurlijk ook op verschillende manieren. Ga jij die waterstof onder druk door de bestaande pijpleiding terugvoeren? Zo ja, kan dat eigenlijk wel. Er liggen natuurlijk allemaal pijpleidingen naar die olie- en gasvelden. Daar is jarenlang of olie of gas doorheen gepompt. En wat moet je nou eigenlijk met die pijpen gaan doen? Als je de waterstof erin wil gaan doen. Want we hebben te maken met een compleet ander molecuul. En we willen niet dat dat heel erg gaat verontreinigen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om te gaan zeggen van, nou weet je wat, we gaan het samendrukken tot vloeibare waterstof. Want vloeibare waterstof heeft een veel hogere energiedichtheid, want de waterstofdeeltjes zijn dan veel dichter bij elkaar. En dan kan je het met een boot ook weer naar het land verplaatsen. Die keuze is allemaal aan jullie en dat is echt een puzzeltje waar je in de komende weken aan moet gaan zitten. En zo'n puzzeltje, dat vereist natuurlijk ook echt goed tijd om over na te denken. Dus ik wil jullie ook aanmoedigen, begin op tijd hieraan. Aan het einde van iedere week staan de stappen die je moet doen als huiswerk voor die week. En gebruik ook die tijd die je ervoor hebt van tevoren. Want je hebt af en toe echt tijd nodig in deze module om even de theorie te laten bezinken. Omdat je ergens niet uitkomt en dan ineens dan heb je het idee hoe je het moet oplossen. Dus ga dit echt alsjeblieft niet te kort vooraf maken. Want dan raak je in de knoop, omdat je met heel veel verschillende variabelen rekening moet houden. Oké. Ja, ik vind het altijd leuk om af en toe een grapje door mijn slides te doen. Dus mijn vraag is aan jullie. Hoe vaak willen jullie waterstofgrapjes? Zo vaak mogelijk. Periodiek? Nee. Goed, we gaan het eerst eens eventjes hebben over de waterstof en de waterstofverbinding. Hier heb ik een afbeelding geplaatst van het periodiek systeem. Aan de rechterkant hier zie je waterstof. En waterstof heeft eigenlijk twee vormen. Ten eerste hebben wij het waterstofatoom. En het atoom dat kan je terugvinden in het periodiek systeem. Waterstof is het allerlichtste en het allerkleinste atoom dat er bestaat. Alle andere atomen die er zijn op aarde, in het universum, in het multiversum, als je daar van bent, ik wel, zijn gemaakt uit waterstof. Want alle atomen die ontstaan in de zon. En die worden gefuseerd tot alle zwaardere stoffen. Dus eigenlijk is alles waterstof. Ja? Waterstof kan een verbandje aangaan, verbondje, met zichzelf. En dan krijg je het waterstofmolecuul. Een molecuul, dat is een verzameling atomen. In dit geval is het molecuul twee atomen. Hier aan de rechterkant heb ik ook eventjes wat eigenschappen neergezet van waterstof. En die kan je natuurlijk gaan gebruiken in je project. Wat de precieze resultaten zijn en de effecten van deze eigenschappen, dat is wat we gedurende dit project gaan ontdekken. Dus daar wil ik nu nog niet al te veel op ingaan. Het enige wat ik alvast even wil zeggen is dat waterstof verschrikkelijk licht is en het is verschrikkelijk klein. En omdat het zo licht is, is dat een heel erg groot voordeel. Omdat je je tank energie kost geen energie. Maar aan de andere kant betekent het ook, doordat het molecuul zo klein is, dat het ook heel erg lastig is om het op te slaan, want er zit per molecuul heel weinig energie in. Dus je hebt heel veel moleculen nodig om bijvoorbeeld de hoeveelheid energie van een aansteker te krijgen. Dus je moet trucjes gaan verzinnen om die energiedichtheid per liter te gaan verhogen. En dat kan je dus doen door de druk te verhogen of door de temperatuur te verlagen, enzovoort, enzovoort. Daarnaast is waterstof dus ook heel erg klein en dat betekent dat het heel moeilijk is om het vast te houden. Als je bijvoorbeeld waterstof in een stalen constructie neerzet, dan kan het ook wel eens zo zijn dat het waterstof gewoon door de wand van de stalen constructie heen gaat. Omdat het gewoon tussen
de ijzer- en de koolstofatomen heen kan bewegen. Dus het is ook nog wel eens lastig om dat spul vast te houden. Dus er zijn een aantal grote vraagstukken die we nog goed moeten tackelen om waterstof op grote schaal te kunnen benutten. En daar gaan we het ook over hebben in deze module. Maar voor nu kan je in ieder geval vast deze eigenschappen gebruiken in je project. Daarna wil ik eventjes een aantal voordelen bespreken en nadelen bespreken van waterstof. Dus laten we eventjes hier naar het plaatje aan de rechterkant kijken. Hier zie je op de x-as zie je de tijdlijn. Dus vanaf 1800 tot en met het jaar 2150. En hier aan de rechterkant zie je de ratio, dus de verdeling tussen de hoeveelheid koolstof en de hoeveelheid waterstof in een molecuul dat wij als mensen gebruiken voor energie. We zien dat wij rond 1800 gebruikten we voornamelijk koolstof. Daarvoor gebruikten we voornamelijk hout. Nou, als je naar de koolstof- en waterstofverhouding gaat kijken van houtmoleculen, even tussen aanhalingstekens, dan is dat een ratio van 0,1. Dus voor iedere waterstofatoom heb je 10 koolstofatomen. En als je daar verbranding in gaat, zorgt iedere koolstofatoom natuurlijk voor 1 CO2. Vervolgens zijn we later overgegaan naar koolstof. Daar is die ratio overgegaan naar 0,5. Olie, dat is al een stuk beter voor het milieu. Er zitten veel minder koolstofjes in. Daar is je ratio 2. Dus 2 waterstofmoleculen voor iedere 1 koolstofmolecuul. Vervolgens natural gas, gas zoals we dat in Slochteren winnen, dat heeft een ratio van 4. Dus 4 waterstofmoleculen op 1 koolstofmolecuul. Dus je ziet dat de uitstoot van natuurlijk gas al veel lager is dan dat van olie en kool. Heel groot verschil. En daardoor heb je dus ook veel minder CO2-uitstoot. Hier gaat het om het molecuul CH4 en dat is natuurlijk methaan. En naarmate de tijd vordert gaan we steeds meer van die koolstofatoompjes af. En we komen uiteindelijk uit bij het molecuul waar geen enkele koolstof aan zat. Dus die heeft een ratio van oneindig. Daarmee zijn we dus ontbroken van die hele koolstof-economie. Dus naarmate we door de geschiedenis gaan, hebben we steeds minder koolstof nodig. Daarnaast wil ik alleen even dit plaatje laten zien. Voor als er nog sceptici in de zaal zitten over klimaatverandering. Dit is een heel erg veel gebruikt plaatje door wetenschappers. En hier is over een periode van nu tot en met 400.000 jaar geleden hebben ze gekeken naar de CO2-concentratie in de lucht, de hoogte van het zeeniveau en de wereldtemperatuur. Hoe hebben ze dat gedaan? Als jij op de Noordpool bent en je gaat heel diep in de ijslagen ga je boren, dan zit er in het ijs zitten allemaal hele kleine luchtbelletjes. En in die luchtbelletjes kan jij testen hoeveel deeltjes CO2 erin zitten. En dan kan je dus ook rekenen naar hoe diep dat ijs is, in welk jaar dat belletje is gevormd. Het zeeniveau, dat kan je natuurlijk meten door naar de geografie te kijken. Waar vind je dan precies zeedieren? Daarmee kan je dus bepalen waar het zeeniveau precies is geweest. Ik weet niet precies hoe dit gaat, maar dat moet je aan geologen vragen. En vervolgens kan je ook de temperatuur kan je natuurlijk bepalen op de wereld door naar de geologie te kijken. Dit kan je plotten en vervolgens kan je zien dat er een behoorlijk sterke relatie is tussen de temperatuur, de CO2-concentratie in de lucht en het zeeniveau. Ja? We zien dat CO2-concentratie gaat omhoog, zeeniveau gaat omhoog en de temperatuur gaat omhoog. Dit is geen definitief bewijs, maar dit geeft wel aan dat er in ieder geval een heel erg grote verbintenis is. Maar het is niet mogelijk om het echt te bewijzen, want dan moet je er zijn geweest. Dat is altijd even lastig. Het is bijvoorbeeld ook niet mogelijk om te bewijzen dat er een God is. Niet of die nou wel bestaat of niet, maar je moet echt iets hebben om waar te nemen en om te zien. En of God nou wel of niet bestaat, we kunnen niet aantonen waar die is. Dat is niet wetenschappelijk mogelijk, omdat hij zich niet om ons bevindt. En zo is het natuurlijk hetzelfde met klimaatverandering. We kunnen niet alles in het verleden precies meten en precies die relatie bekijken, omdat het systeem gewoon veel te complex is. Nou, daarnaast zijn er ook nog een hele hoop mensen die zeggen van ja, maar dit plaatje, dat is onzin. Dat is door de linkse hobbyisten is dat in elkaar geplakt.
En daardoor is natuurlijk ook nog eventjes goed getest om te kijken hoeveel procent van de wetenschapper het nou eens is hoe het zit met klimaatverandering. En uit dat onderzoek is gekomen dat 97% van alle klimaatwetenschappers het eens zijn dat klimaatverandering zoals we dat nu meemaken, dus deze grote piek aan CO2 die we zien, dat die te maken heeft met de mensen. En ook dat deze verbonden met elkaar te maken hebben. En wat we zien hier dus telkens dat die temperatuur omhoog gaat. En ook weer omlaag, inderdaad. Dat zijn de natuurlijke verschijnselen die er gebeuren. Van aardbevingen, van inslaande meteorieten, van de afstand tot de zon. Dit zijn de natuurlijke verschijnselen. Heen en weer van CO2 en temperatuur op de aarde. Dat is helemaal prima. Je ziet dat het helemaal zo heen en weer gaat. We hebben alleen nu een probleem. We zitten nu hier. Ja? De CO2-concentratie is in de afgelopen 400.000 jaar nog nooit zo hoog geweest als dat die nu is. Dus we hopen maar dat deze verbintenis toch niet correct is. Daarnaast wil ik ook even gaan kijken waar we waterstof voor kunnen gaan gebruiken. Je ziet hier aan de linkerkant alle verschillende soorten opslag die we nodig hebben voor de mensheid. En hier aan de rechterkant zie jij de verschillende opslagmogelijkheden die er zijn. Op de horizontale as zien we de lengte van de opslag die we nodig hebben. En op de verticale as zien we de grootte van de opslag die we nodig hebben. En als we hier helemaal rechtsbovenin kijken, dan zien wij dat daar waterstof staat. Waterstof is dus heel erg goed geschikt voor hele grote, lange termijn opslag. Ja? En dat komt natuurlijk dat waterstof, dat is een molecuul en dat kan je gewoon in een tank bewaren. En dat kan je daar, als je het goed behandelt, dat zit daar gewoon. En als je het gaat vergelijken met de allergrootste concurrent van waterstof, de batterijen, dan is dat natuurlijk een stuk lastiger. Want batterijen die zijn gevuld met lithium bijvoorbeeld. En als jij 2 keer zoveel batterij nodig hebt, heb je ook 2 keer zoveel lithium nodig. Maar als je 2 keer zoveel waterstof wil opslaan, moet gewoon het omhulsel van je tank 2 keer zo groot zijn. En dat is natuurlijk een stuk goedkoper. Ja? En dat is ook precies de reden waarom waterstof echt de toekomst is voor grote, lange termijn opslagen. En waarom dingen zoals de waterstofauto minder geschikt is. Want een waterstofauto is natuurlijk in principe iets wat je voor een korte termijn opslag nodig hebt. We zagen net dat waterstof dat heel erg goed geschikt was om heel veel energie voor een lange termijn, lange tijd op te slaan. Bijvoorbeeld seizoensopslag of meerdere dagen opslag. En dat is ook precies waar het project van ons mee kan helpen. Want wat we natuurlijk zien als we gaan kijken naar de vraag van de energie van de mens en de beschikbaarheid van de energie uit duurzame bronnen, dan zien we dat daar nog wel eens een groot verschil kan zijn. En daar kan waterstof precies de oplossing voor zijn, want op een bepaald moment heb je dus heel veel elektriciteitsproductie, maar we gebruiken het bijna niet. Dan kan je dus je energie gebruiken om het, dan wil je het opslaan. Nou, een van de mogelijkheden om het op te slaan is waterstof. En vervolgens, als het dus niet waait, maar we willen wel allemaal lekker een bakje koffie drinken, dan kan je dat waterstof weer omzetten in elektriciteit. Dus daardoor kan je dus waterstof echt goed gebruiken als energiebron om het lange termijn op te slaan. En tot slot is er ook nog een belangrijk iets. Zoals ik al zei, waterstof, als je dat op wil slaan, dan heb je dus geen dan heb je geen belangrijke, hele dure metalen nodig om dat te kunnen. Je hebt gewoon een tank nodig, een hele goed geïsoleerde tank. Maar als je een batterij hebt natuurlijk, daar moet tegenwoordig lithium in. Hier heb ik aan de rechterkant een plaatje gezet van het lithiumgebruik van, even kijken, 2002 tot en met 2020. Deze lijn hier, dat is het lithiumgebruik per jaar over de tijd. En je ziet dat het lithiumgebruik als een jekko naar boven gaat. We willen allemaal elektrische auto rijden. We willen allemaal een powerbankje hebben. We kopen ieder jaar een nieuwe telefoon. Heel veel producten waar tegenwoordig een batterij in zit. Dus lithium is gigantisch gewild. Daardoor wordt de wereldprijs natuurlijk steeds hoger. En we hebben ook maar een beperkte hoeveelheid lithium op aarde. Dat we kunnen mijnen per jaar. En op een gegeven moment is het ook gewoon op. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. En even voor de vergelijking. Antidepressiva, dat is ook lithium. Dus hetzelfde spul als in je batterij zit. Ik zie hier, even kijken, waar staat die?
Dit is het wereldwijd, dit is het pharmaceuticals, de hoeveelheid lithium die wereldwijd wordt gebruikt voor medicijnen. Dat is dit. En hier zijn alle andere soorten waar lithium mee wordt gebruikt. Maar voor batterijen, het blijft en het blijft maar stijgen. Dus daar komt een einde aan. En voor het opslaan van waterstof heb je in principe alleen maar staal en isolatiemateriaal nodig. En iets om het af te koelen. Dat is een hele grote koelkast. Dat zijn hele makkelijke materialen. Dus ook in de verre toekomst lopen we daar ergens tegen een einde aan. Oké. En dan even kort de vraag. Hoe zit het dan precies? En ik heb hem al even kort besproken. Met die waterstofauto en die elektriciteitsauto. Er is eigenlijk geen beste oplossing. Je moet ook niet denken dat er in de toekomst één van de twee gaat winnen. Ik denk dat in de toekomst er altijd een combinatie is van één van de twee. Je zal zien waarschijnlijk dat er veel meer vrachtwagens zijn die op waterstof rijden. En dat personenauto's voornamelijk op elektriciteit rijden. Want vrachtwagens die moeten natuurlijk gigantisch grote afstanden kunnen afleggen. Heel veel meenemers hebben heel veel energie nodig. En die kunnen dan ook veel makkelijker een duurdere tank inbouwen. Maar als je naar elektrische auto's gaat kijken, ja, die willen in principe maar een aantal 100 kilometer rijden. En dan kunnen ze prima even laden. Zoals we ook eigenlijk al in dat filmpje hebben gezien afgelopen maandag. Dus de toekomst is echt een energiemix. Maar voornamelijk klein vervoer zal elektrisch zijn. Groot vervoer, dat zal waterstof worden. En dan heb ik het ook over vliegtuigen en grote schepen. Want in een schip wil je echt geen batterij in gaan bouwen. Want dan komt dat schip niet van de zeebodem af door het gewicht. Dan zijn er drie soorten waterstof waar we over praten. We hebben grijze waterstof, blauwe waterstof en we hebben groene waterstof. Ten eerste heb ik hier een plaatje neergezet van grijze waterstof. Het grootste deel van de waterstof dat er tegenwoordig wordt geproduceerd, wereldwijd, dat is voor 98% is dat grijze waterstof. Want wat kan je namelijk doen? Je kan namelijk van methaan, die uit de grond komt, kan jij een proces toepassen dat heet steam methane reforming. En wat je dan doet is door het methaan ga je stoom heen blazen. En wat er dan gebeurt, dat methaan, dat CH4, dat gaat reageren met die stoom, H2O, en je krijgt koolstofmonoxide en 3-waterstof. En het koolstofmonoxide kan je vervolgens laten reageren nog een keer in een ander proces, dat heet de water gas shift reaction. En dan krijg je CO2 en H2. Dus op deze manier kan je uit 1 molecuul methaan kan je 4 moleculen waterstof halen. 8. Oh. Maar het mooie van dit proces is dat het heel erg goedkoop is. Het wordt op grote schaal toegepast hier op Shell Pernis. Het heeft een hele hoge efficiëntie van 75%. Het is ook een lekker makkelijk proces. Maar je levert dus tussen de 7 en 30 kilogram CO2 per kilogram geproduceerde waterstof. Dus dat is iets wat niet houdbaar is. En wat ook heel stom is, heel vaak zie je bij zulke soort processen dat de CO2, die dus heel erg geconcentreerd eigenlijk uit de fabriek komt, die wordt gewoon in de lucht geblazen. En zit het ook nog daar waar we het niet willen hebben. Want we willen CO2 niet opslaan in de lucht, toch? We willen het liever ergens anders opslaan. Daarnaast hebben we te maken met blauwe waterstof. En blauwe waterstof is eigenlijk precies hetzelfde proces. Maar in plaats van dat je dus die CO2 in de lucht afblaast, doe je het ergens opslaan. Bijvoorbeeld in een leegstaand gasveld. Of je gebruikt het in een kas, zodat planten het opnieuw kunnen gebruiken om van te groeien. Bij grijze waterstof komt CO2 in de lucht. Bij blauwe waterstof doe je iets nieuws met de CO2, zodat het niet in de lucht komt. En dat noemen we een closed carbon cycle. Want als we bijvoorbeeld die CO2 vervolgens in een kas blazen, dan groeien die planten, die groeien weer van die CO2. Die CO2, of die planten die groeien, bijvoorbeeld mais. En van die mais kan natuurlijk ook weer brandstof worden gemaakt, ethanol. En van het ethanol kan je ook weer waterstof maken. Met die shift-reactie. En vervolgens komt daar weer CO2 van af. En het kan je weer gebruiken om nieuwe mais te laten groeien. Dus dat noemen we een gesloten carbon circle. En daarmee krijgen wij blauwe waterstof. Het is een heel erg duur proces. Want je hebt heel veel oppervlakte nodig voor die planten.
Die planten moeten groeien, dat kost ook heel erg veel tijd. Maar het voordeel is dat je tussen aanhalingstekens 0 kilogram CO2 per kilogram waterstof produceert. Omdat je hem telkens opnieuw blijft gebruiken. Nou, en hier staat een hele ingewikkelde reactie hoe je glucose en ethanol kan maken. Maar dat is eigenlijk iets wat we lekker aan de biochemici moeten overlaten. Het is alleen even voor jullie belangrijk dat je weet dat het bestaat. En tot slot hebben wij de blauwe waterstof. Of sorry, de groene waterstof. En de groene waterstof, dat is waterstof die wordt gemaakt zonder enige bijkomst van CO2. En dat kunnen wij bijvoorbeeld doen door de meest simpele reactie die er bestaat. En dat is elektrolyse. Het probleem van elektrolyse is dat het heel erg duur is. Het is een relatief nieuwe technologie. Hoewel met nieuw bedoel ik uit de jaren 60-70. Maar het wordt nog niet op grote schaal toegepast. Het concept is extreem simpel. Je ziet het hieronder hoe het gebeurt. Daar ga ik het zo nog even over hebben. Er komt geen enkele koolstof komt er bij het proces kijken. En je levert dus werkelijk 0 kilogram CO2 per kilogram waterstof. Hier zien wij het proces van elektrolyse. We hebben dus zon. Die komt in een zonnecel binnen bijvoorbeeld. Maar het kan natuurlijk ook een windturbine zijn of een golfenergiegenerator. En aan de ene kant hebben wij te maken met water. Dat water komt tegen een membraan aan en vervolgens door de elektronen die in beweging zijn gebracht door die zon, wordt dat water gesplitst aan de ene kant naar waterstof en aan de andere kant naar pure zuurstof. En dat kan je natuurlijk allebei gewoon opslaan. Dit is het basisprincipe van elektrolyse. Zo simpel is het. Het is waarschijnlijk net zo simpel als jullie het hebben gezien bij natuurkunde op de HAVO. Dus dat is het. Waterstof was het allereerste molecuul dat er ooit bestond. En uiteindelijk is alle materie om ons heen dus ontstaan door waterstof. En wij gaan nu dus dat allereerste moleculetje dat er ooit heeft bestaan, gaan wij gebruiken voor de eerste schone energie die er beschikbaar is. Ik heb hier nog een reeks van filmpjes. Dus laten we er even naar kijken. Goed, nu wil ik over de loop van het laatste deel van dit college, wil ik eventjes met jullie, zoals jullie misschien hebben gezien, de geschiedenis van waterstof doorlopen. Dus we beginnen met waterstof waar het is ontstaan, aan het begin van het universum. We hebben nu nog een filmpje daarover, over het gebruik van waterstof in het heelal en voor energiegeneratie. En daarna gaan we dus door hoe de ontwikkeling van waterstof en het gebruik van waterstof hier op de aarde heeft plaatsgevonden. En het zal je verrassen hoe lang geleden eigenlijk waterstof al als molecuul is ontdekt en hoe lang we het eigenlijk al gebruiken. Maar laten we eerst nog eventjes naar dit filmpje kijken. Neutron stars are one of the most extreme things in the universe. They're like giant atom cores, kilometers in diameter, unbelievably dense and violent. But how can something like this even exist? The life of a star is dominated by two forces being in balance: its own gravity and the radiation pressure of its fusion reaction. In the core of stars, hydrogen is fused into helium. Eventually, the hydrogen in the core is exhausted. If the star is massive enough, helium is now fused into carbon. The cores of these massive stars become layered like onions as heavier and heavier atomic nuclei build up at the center. Carbon is fused into neon, which leads to oxygen, which leads to silicon. Eventually, the fusion reaction hits iron, which cannot fuse into another element. When the fusion stops, the radiation pressure drops rapidly. The star is no longer in balance, and if its core mass exceeds about 1.4 solar masses, a catastrophic collapse takes place. The outer part of the core reaches velocities of up to 70,000 kilometers a second as it collapses towards the center of the star. Now, only the fundamental forces inside an atom are left to fight the gravitational collapse. The quantum mechanical repulsion of electrons is overcome, and electrons and protons fuse into neutrons packed as densely as an atomic nucleus. The outer layers of the star are catapulted into space in a violent supernova explosion. So, now we have a neutron star. Its mass is between 1 and 3 suns, but compressed to an object about 25 kilometers wide.
and 500,000 times the mass of Earth in this tiny ball that's roughly the diameter of Manhattan. It's so dense that one cubic centimeter of neutron star contains the same mass as an iron cube 700 meters across. That's roughly 1 billion tons, as massive as Mount Everest, in a space the size of a sugar cube. Neutron star gravity is pretty impressive too. If you were to drop an object from 1 meter over the surface, it would hit the star in 1 microsecond and accelerate up to 7.2 million kilometers per hour. The surface is super flat, with irregularities of 5 millimeters maximum, with a super thin atmosphere of hot plasma. The surface temperature is about 1 million Kelvin, compared to 5,800 Kelvin for our Sun. Let's look inside the neutron star. The crust is extremely hard and is most likely made of an iron atom nuclei lattice with a sea of electrons flowing through them. The closer we get to the core, the more neutrons and fewer protons we see, until there's just an incredibly dense soup of indistinguishable neutrons. The cores of neutron stars are very, very weird. We're not sure what their properties are, but our closest guess is superfluid neutron degenerate matter, or some kind of ultra-dense quark matter called quark-gluon plasma that doesn't make any sense in the traditional way and can only exist in such an ultra-extreme environment. In many ways, a neutron star is similar to a giant atom core. The most important difference is that atom cores are held together by strong interaction and neutron stars by gravity. As if all this wasn't extreme enough, let's take a look at a few other properties. Neutron stars spin very, very fast. Young ones several times per second. And if there's a poor star nearby to feed the neutron star, it can rotate up to several hundred times per second. Like the object PSR J1748-2446AD. It spins at approximately 252 million kilometers per hour. This is so fast that the star has a rather strange shape. We call these objects pulsars because they emit a strong radio signal. And the magnetic field of a neutron star is roughly a trillion times stronger than the magnetic field of Earth, so strong that atoms get bent when they enter its influence. Okay, I think we got the point across. Neutron stars are some of the most extreme, but also some of the coolest objects in the universe. Hopefully, we'll one day send spaceships to learn more about them and take some neat pictures. But we shouldn't get too close. Ja, dat is eventjes over waar eigenlijk alle materie vandaan komt. Het is eigenlijk dus allemaal waterstof, protonen en neutronen. Alle energie in het universum heeft allemaal direct verband met waterstof. Nu gaan we even helemaal terug naar onze eigen geschiedenis. En we gaan het nu weer alleen maar over de toepassing van waterstof hebben. En we gaan het even kort hebben over de ontdekking van waterstof. En ik zeg het dus even, deze eerste les wil ik eventjes jullie basischemische kennis en alles op peil krijgen. En daarna gaan we weer door en met het project. Maar het is toch eventjes belangrijk om even te weten van wat dat waterstof nu precies is. Om eventjes dat grote beeld voor je te krijgen. Waterstof is dus in 1722 is het ontdekt door meneer Henry Cavendish. Ik geloof dat het een Fransman was. En wat deed Henry Cavendish? Hij staat hier aan de rechterkant met zijn experiment. Hij had een zuur, had hij. En hij had een metaal, had hij. En vervolgens deed hij die twee bij elkaar. En vervolgens zag hij dat er allemaal belletjes en heel erg veel warmte ontstond. En vervolgens keek hij wat er in die belletjes zat. Hij probeerde het aan te steken en dan kreeg een gigantische knal. Dus dan had hij blijkbaar ontdekt dat als je dus deze twee elementen bij elkaar gooide, dat je gigantisch veel energie kreeg die je kon gebruiken. En daarmee was dus waterstof voor het eerst ontdekt. Ik heb hier even een kort filmpje over hoe makkelijk het is om waterstof eigenlijk zelf thuis te maken. Maar dit is natuurlijk niet echt heel erg een duurzaam proces.
Goed, dat hebben we al gezien nu. Dat was de allereerste uitvinding van het molecuul waterstof. En vervolgens, als we een tijdje verder gaan, is elektrolyse is ontdekt in 1800. Meneer William Nicholson en Sir Anthony Charlisle, dat bedoel ik, dankjewel. Die hadden twee stukken koolstof, dus eigenlijk gewoon een potlood. In het middenste van de potlood zit gewoon koolstof. Twee potloden naast elkaar. En daar zetten ze stroom op. En vervolgens deden ze dat in water. En vervolgens zagen ze dus dat daarbinnen allemaal belletjes gingen ontstaan. En hier zie je dus al het eerste voorbeeld. Is dat dus waterstof wordt gemaakt zonder het gebruik van platina. Nou, dat was natuurlijk een geweldige uitvinding. Dus ze waren al meteen aan het brainstormen dat dit echt de toekomst ging veranderen. Brandstofcellen, vliegtuigen, schepen, alles. De hele wereld gaat met deze nieuwe technologie veranderen. Maar het duurde natuurlijk nog zeker 200 jaar voordat het echt op grote schaal was toegepast. Hieronder zie je nog een aantal chemische eigenschappen van dit elektrolyseproces. Daar ga ik in deze fase nog niet verder op in. Dan gaan we het volgende les gaan we het daar echt over hebben. Maar wat je dus ziet is dat je dus die twee elektroden, als je die pakt en je zet daar 1,23 volt op,
Want dat is dus het elektropotentiaal dat je nodig hebt. Dan gaat die stroom gaat lopen en dan maak je dus direct waterstof. Heel erg mooi. Ja. Vervolgens, als we doorgaan, 45 jaar, dan is de brandstofcel die is, werd uitgevonden. En die werd uitgevonden door Sir William Grove. Dus hij had dit proces van elektrolyse had hij gepakt en hij heeft het omgekeerd. Hij heeft gekeken, hoe kunnen we nou eigenlijk nu dat waterstof weer gebruiken? En hij heeft het proces omgekeerd door middel van een electrolyzer, door een hele zure omgeving te creëren, heeft hij het voor elkaar gekregen om dat waterstof weer te laten fuseren tot water samen met zuurstof. En daaruit heeft hij dus een lampje laten branden. Nou, dat is allemaal elektriciteit. En toen kwamen we in 1920 aan en toen was meneer Rudolf Ehren was daar. En die zei, ja, we kunnen natuurlijk ook elektriciteit ervan maken, hartstikke leuk. Maar we kunnen die shit natuurlijk ook gewoon in de fik steken. Dus wat hij had gedaan, hij heeft de eerste motor heeft hij ontwikkeld die in plaats van ontbranding op gas, natuurlijk gas, gewoon werkte op ontbranding van waterstof. En wat bleek dat het eigenlijk een relatief simpele aanpassing was om daar een motor op draaien te krijgen. Het enige verschil is natuurlijk dat het waterstof een andere energiedichtheid heeft. Het heeft een andere temperatuur van de vlam. En daardoor krijg je net iets andere factoren. Maar het is relatief eenvoudig om daar een motor op aan te passen. Waarom? Ja, goede vraag. Waarom doen we dat dan nu al niet? Nou, het ontbranden van waterstof heeft een veel lager rendement als het waterstof gebruiken in een brandstofcel. Een brandstofcel heeft zo'n rendement van 70-80%. En het verbranden van waterstof in een motor heeft het rendement van een gewone motor. En dat is ongeveer 30%. Dus je ziet dat je dan heel erg veel verliezen maakt. En daarom is het eigenlijk veel interessanter om waterstof te gaan gebruiken in brandstofcellen in combinatie met elektromotoren. Vervolgens was er in 1930 een meneer hier aan de rechterkant. Dat was Francis T. Bacon. En die had de volgende revolutie had hij ontdekt op het gebied van brandstofcellen. En dat was de ontdekking van de alkaline fuel cell. Dat is een speciaal type brandstofcel dat heel erg goedkoop is om te maken. Het enige probleem is dat er wel een enorme vieze troep bij komt kijken om die waterstof te maken. Maar hierdoor was in ieder geval wel waterstof voor de eerste keer op grote schaal toepasbaar om waterstof te maken uit elektriciteit en andersom. En dit proces wordt ook heel veel gebruikt in de petrochemische industrie. Het is een heel erg giftig proces, maar wel heel erg goedkoop om te maken. En dat is natuurlijk wel heel erg interessant, want die giftigheid die kan je gewoon beschermen van de omgeving als je dat goed doet. Nou, daarnaast was er nog een gast. Hitler heette die. En die dacht dat het een heel erg goed idee was om een zeppelin te maken. En om die zeppelin helemaal te vullen met waterstof. Want dat waterstof was natuurlijk een geweldig licht molecuul. Dus als je dat in een hele grote ballon doet, dan zou je natuurlijk zien dat die ballon heel makkelijk opstijgt. En dat kan je meteen mooi gebruiken om een aantal vlaggetjes en dergelijke aan de hand aan te hangen. Om jouw overtuigingen aan de bevolking te representeren. Hij kwam er echter wel heel erg snel achter dat dat niet het allerbeste idee was. Want we weten natuurlijk allemaal dat die Hindenburg in 1937 in de fik is gevlogen. En dat was ook meteen het einde van het gebruik van waterstof in deze Zeppelin technologieën. Hoewel er nu alweer nieuwe mensen zijn die erover nadenken om dit te gebruiken. Omdat als je dat waterstof natuurlijk goed behandelt, dat je nog steeds wel heel erg makkelijk ermee kan vliegen. Alleen je moet er wel echt goed uitkijken dat je niet dit soort ongein krijgt. Het is verbrand, niet geëxplodeerd. Dat is een van de eigenschappen van waterstof. NASA, die is ook heel erg blij met waterstof, want waterstof heeft een hele lage dichtheid natuurlijk. En dat betekent natuurlijk als jij een raket naar de sterren wil gaan brengen, dat het heel makkelijk is om die raket te vullen met waterstof en dat te ontbranden. Want het gewicht van je brandstof hoef je dan natuurlijk bijna niet mee te rekenen. Dus in 1958 gebruikte NASA al voor het eerst vloeibare waterstof in de raket voor ruimtereizen. Dit was trouwens verbranding, hè? Niet met electrolyzers en brandstofcellen. Echter, als wij natuurlijk in de ruimte zijn aangekomen, dan hebben we ook te maken met space shuttles.
En space shuttles die willen wij ook op een hele zuinige en energie-efficiënte manier voort kunnen bewegen. En daardoor heeft NASA in 1960 de meest kansrijke brandstofcel uitgevonden. En dat is de PEM brandstofcel, Polyelectrolyte Membrane brandstofcel. En die is uitgevonden door meneer William Grubb. Deze cel was uitgevonden omdat er een motor nodig was die kon opereren zonder zwaartekracht. Want je hebt natuurlijk, als je in de ruimte bent, dan werkt de motor niet. Want dan heb je allemaal heel erg veel pompen nodig om al die brandstof heen en weer te pompen. En in een motor is het ook heel erg belangrijk dat zwaartekracht aanwezig is om dat gebeuren aan de gang te krijgen. En al die problemen die zijn eigenlijk niet aanwezig in zo'n PEM brandstofcel, want die opereert compleet zonder het gebruik van zwaartekracht. Vervolgens, 1972, we zitten nu midden in de Koude Oorlog. En een van de paradepaardjes van de Sovjet-Unie was deze brandstofauto. En die werkte gewoon op niet met een brandstofcel, maar die werkte met een... die werkte niet met een ontbrandingsmotor. Of die werkte niet met een brandstofcel, maar met een ontbrandingsmotor. Sorry, ik was even in de war. En in 1972 hebben ze daarmee de eerste plaats gekregen in de Europese Urban Vehicle Contest. En het komt natuurlijk omdat zij dus een voertuig hebben ontwikkeld die niet voor uitstoot zorgt. En het grappige is, dit is een studentenproject geweest in die tijd. Dus dat was natuurlijk een enorm mooi paradepaardje voor de Sovjet-Unie om te laten zien hoe vooruitstrevend ze waren. En het laat ook maar zien wat je voor elkaar kan krijgen als student. Hartstikke leuk. 1988 kwam het allereerste vliegtuig op waterstof. En dat werkte wederom weer met een ontbrandingsmotor. Want die ontbrandingstechniek is natuurlijk minder efficiënt, maar vele malen makkelijker om te maken. Dat is de TU-154, een vliegtuig voor 164 passagieren. En die was wederom weer onder de vlag van de Sovjet-Unie. Ja, en vanaf het jaar 2000 is eigenlijk de brandstofcel commercieel beschikbaar voor de hele industrie. Het wordt in veel industrieën ook al gebruikt. Bijvoorbeeld brandstofcellen worden vaak gebruikt als noodaggregaat in lastig te bereiken gebieden. En hier zie je een voorbeeldje van bedrijven en technieken waarin dus deze electrolyzers en brandstofcellen al op grote schaal worden gebruikt. Wordt bijvoorbeeld ook veel gebruikt trouwens voor militaire applicaties. 2004 heeft Siemens de allereerste onderzeeboot ontworpen. Die werkt op een PEM brandstofcel. Dus wordt daar ook al voor gigantische machines worden toegepast. En dan is de vraag natuurlijk, waarom hebben ze dat dan in hemelsnaam gedaan? Nou, als je natuurlijk zo'n onderzeeboot bent, dan ben je aan het vechten onder water en je wil dat je schip zo weinig mogelijk geluid maakt. Nou, alles wat je dan niet moet doen is gewoon een gigantisch motorblok installeren. Want dan kan je natuurlijk op een grote afstand kan je dat horen. Dus voor het gebruik van een hele stille motor is daardoor gekozen voor een PEM onderzeeër. Daarnaast in 2017 is op Duitse vlag is er de eerste nucleaire onderzeeër gebouwd. Dus dat is een onderzeeër met kernkoppen erin. En deze werkt op een ander type brandstofcel. Dat is de solid oxide fuel cell. Dus een hele heel hoog rendement fuel cell die op hele vieze brandstof kan draaien, maar die wel op hele temperaturen, hele hoge temperaturen heeft die nodig. Maar goed, als jij een kernonderzeeër bent, dan heb je natuurlijk wel een hele mooie, hele hoge temperatuurbron waarop je kan draaien. En dan kan je dan meteen je motor op aansturen. Zoals je ziet, het wordt dus echt al op grote schaal wordt het gebruikt, waterstof. Dan eventjes een klein blikje, of een klein blik op het gebruik van waterstof nu in Nederland. Want wat veel mensen denken is dat eigenlijk waterstof iets is dat nog niet veel wordt gebruikt. Maar dat is eigenlijk niet waar. Er wordt al gigantisch veel waterstof gebruikt. En dat is ook een van de doelen van bijvoorbeeld zo'n offshore platform om waterstof te maken. Want je kan het waterstof niet alleen maar gebruiken in motoren. Je kan het waterstof ook heel erg goed gebruiken in de petrochemische industrie.
Dus dat is ook een van de doelen. En hier zie je dus hoe waterstof aan de linkerkant wordt geproduceerd. Je ziet dat slechts 2% van de waterstof die wordt geproduceerd elektrolyse is. Even kijken. 24% komt uit natuurlijk gas. 15% komt uit kool. En 9% komt uit olie. En dat zijn dus door die processen die we eerder hebben besproken... met de productie van grijze waterstof. En het is natuurlijk de bedoeling om in 2050 dit volledig op elektrolyse te hebben. Nou, daarnaast, waar wordt waterstof dan allemaal wel voor gebruikt? Ten eerste wordt waterstof gebruikt voor de productie van ammonia. En ammonia dat wordt gebruikt als kunstmest. Daar zit heel veel waterstof en stikstof in. En die waterstof heb je natuurlijk nodig. En die ammonia, die stikstof in die ammonia, die kunnen we gewoon uit de lucht halen. Want 80% van de lucht die we inademen is stikstof. Methanol, dat is een vorm van bio-alcohol, is ook iets wat veel wordt gebruikt in de petrochemische industrie. Er zit ook heel veel waterstof in. Dus daarmee wordt de vraag voor waterstof nog hoger. En vervolgens wordt het ook nog gebruikt in andere raffinageprocessen. Dus de vraag van waterstof en de productie van waterstof is echt al heel erg groot. En dat kan je ook eigenlijk wel zien als je natuurlijk hier langs Pernis rijdt. Dan gaan we het even hebben over de toekomst. Over 2 jaar zegt BMW dat ze de eerste commercieel beschikbare waterstofbrandstofcelauto gaan maken. En die komt in 2021 komt die uit. En wat er nog verder in de toekomst ligt, dat wordt natuurlijk in het kabinet heel veel besproken. En dat is ook wel iets wat we met de excursie gaan bekijken. Dat is de nieuwe economie, de waterstof-economie waar we naartoe gaan. We willen van de olie- en gas-economie moeten we af. Simpelweg omdat we gedwongen zijn, omdat het gewoon op is, dat spul. Daardoor hebben we een hele grote energievraag die we nodig hebben. En dat kan energie uit elektriciteit worden. Maar we hebben daarnaast ook nog een hele grote vraag naar energie in de vorm van moleculen. Want daar is ons hele gasnet en ons hele energienet natuurlijk op gebaseerd. Olie en gas. En dat zijn vloeistoffen waar energie in zit. Nou, die opvulling daarvan die kan worden gedaan door waterstof. En daardoor is dus de waterstof-economie iets waar hier nu echt veelvoudig naar wordt gekeken. En daar heb je dus echt de verbinding tussen elektriciteit, waterstof, duurzame energie en ook nog steeds fossiele brandstoffen om bijvoorbeeld bioplastics te maken. Hoe ziet die waterstof-economie er dan uit? Dit is een roadmap, zoals ik hem heb overgenomen uit een EU-document. Ik weet even niet meer welke, maar ik heb wel geprobeerd om even een goede betrouwbare bron te pakken en dus de Europese Unie. Je ziet 2015... gaat het over dat we 56 ton waterstof per jaar nodig hebben, voornamelijk voor energie. En we zien dat we in 2050 dat ongeveer gaan vertienvoudigen, omdat we voor onze gehele industrie overgestapt moeten zijn op waterstof of in ieder geval energiedragende moleculen. Dus er zijn echt de wereld, het is onkenbaar, de wereld gaat in de komende tijd echt ontploffen op het gebied van duurzame energie en op waterstof. Daar kan je echt niet meer omheen. Dit is de roadmap, zoals die door de EU is opgesteld, hoe we dus overgaan op de waterstof-economie. We zien dat we nu hier vandaag zijn bij het gebruik van waterstof in voorkeftrucken, zoals we die ook al hebben gezien in de video van afgelopen maandag. We hebben al kleine auto's en bussen die erop rijden, maar in de toekomst gaan we dit uitbreiden naar treinen, boten, vliegtuigen en natuurlijk gaan we ook het verhitten van gebouwen willen we met waterstof gaan doen en we gaan ook die hele petrochemische industrie die we nu hebben, die moet omgezet worden naar een industrie die gebaseerd is op waterstof, simpelweg omdat dus de fossiele brandstof gewoon op is. En in 2025 komt daar dus ook een heel groot deel energiegeneratie bij uit waterstof en dat is waar we dus in dit project aan gaan werken. We hebben het gehad over waterstof om dat te benutten in een verbrandingsmotor of in brandstofcellen. Maar het ei van Columbus, de heilige graal, is natuurlijk waterstof gebruiken voor kernfusie. Dat is een techniek waarvan ze al 50 jaar zeggen dat die er over 10 jaar is. Dus we weten niet of dat het gaat worden. Maar zodra we dus die technologie kernfusie hebben, dan kunnen we dus waterstof gaan gebruiken als een oneindige energiebron.
En daar wil ik ook nog eventjes kort dit filmpje over geven. Want als we dit appeltje hebben gekraakt, dan is het gewoon een hele nieuwe wereld. Dan hebben we gewoon oneindig energie. Infinite power. Dus laten we even naar het filmpje kijken. The fundamental currency of our universe is energy. It lights our homes, grows our food, powers our computers. We can get it lots of ways, burning fossil fuels, splitting atoms, or sunlight striking photovoltaics. But there's a downside to everything. Fossil fuels are extremely toxic, nuclear waste is, well, nuclear waste, and there are not enough batteries to store sunlight for cloudy days yet. And yet, the sun seems to have virtually limitless free energy. Is there a way we could build a sun on Earth? Can we bottle a star? The sun shines because of nuclear fusion. In a nutshell, fusion is a thermonuclear process, meaning that the ingredients have to be incredibly hot, so hot that the atoms are stripped of their electrons, making a plasma where nuclei and electrons bounce around freely. Since nuclei are all positively charged, they repel each other. In order to overcome this repulsion, the particles have to be going very, very fast. In this context, very fast means very hot. Millions of degrees. Stars cheat to reach these temperatures. They are so massive that the pressure in their cores generates the heat to squeeze the nuclei together until they merge and fuse, creating heavier nuclei and releasing energy in the process. It is this energy release that scientists hope to harness in a new generation of power plant, the fusion reactor. On Earth, it's not feasible to use this brute force method to create fusion. So if we wanted to build a reactor that generates energy from fusion, we have to get clever. To date, scientists have invented two ways of making plasmas hot enough to fuse. The first type of reactor uses a magnetic field to squeeze a plasma in a donut-shaped chamber where the reactions take place. These magnetic confinement reactors, such as the ITER reactor in France, use superconducting electromagnets cooled with liquid helium to within a few degrees of absolute zero, meaning they host some of the biggest temperature gradients in the known universe. The second type, called inertial confinement, uses pulses from superpowered lasers to heat the surface of a pellet of fuel, imploding it, briefly making the fuel hot and dense enough to fuse. In fact, one of the most powerful lasers in the world is used for fusion experiments at the National Ignition Facility in the US. These experiments and others like them around the world are today just experiments. Scientists are still developing the technology. And although they can achieve fusion, right now it costs more energy to do the experiments than they produce in fusion. The technology has a long way to go before it's commercially viable. And maybe it never will be. It might just be impossible to make a viable fusion reactor on Earth. But if it gets there, it would be so efficient that a single glass of seawater could be used to produce as much energy as burning a barrel of oil, with no waste to speak of. This is because fusion reactors would use hydrogen or helium as fuel, and seawater is loaded with hydrogen. But not just any hydrogen will do. Specific isotopes with extra neutrons, called deuterium and tritium, are needed to make the right reactions. Deuterium is stable and can be found in abundance in seawater, though tritium is a bit trickier. It's radioactive, and there may only be 20 kilograms of it in the world, mostly in nuclear warheads, which makes it incredibly expensive. So we may need another fusion buddy for deuterium instead of tritium. Helium-3, an isotope of helium, might be a great substitute. Unfortunately, it's also incredibly rare on Earth. But here, the Moon might have the answer. Over billions of years, the solar wind may have built up huge deposits of helium-3 on the Moon. Instead of making helium-3, we can mine it. If we could sift the lunar dust for helium, we'd have enough fuel to power the entire world for thousands of years. One more argument for establishing a moon base, if you weren't convinced already. Okay, maybe you think building a mini sun still sounds kind of dangerous. But they'd actually be much safer than most other types of power plant. A fusion reactor is not like a nuclear plant,
which can melt down catastrophically. If the confinement failed, then the plasma would expand and cool, and the reaction would stop. Put simply, it's not a bomb. The release of radioactive fuel like tritium could pose a threat to the environment. Tritium could bond with oxygen, making radioactive water, which could be dangerous as it seeps into the environment. Fortunately, there's no more than a few grams of tritium in use at a given time, so a leak would be quickly diluted. So we've just told you that there's nearly unlimited energy to be had at no expense to the environment in something as simple as water. So, what's the catch? Cost. We simply don't know if fusion power will ever be commercially viable. Even if they work, they might be too expensive to ever build. The main drawback is that it's unproven technology. It's a $10 billion gamble, and that money might be better spent on other clean energy that's already proven itself. Maybe we should cut our losses. Or maybe, when the payoff is unlimited clean energy for everyone, it might be worth the risk. Videos like this one take hundreds of hours to make and are made possible by your contributions on Patreon.com. If you want to learn more about global energy, here's a playlist about nuclear energy, fracking, and solar power. Let us know in the comments if there are other technologies you want us to explain. Oké, dus zover even de geschiedenis van waterstof. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Het is nog eventjes om een achtergrond te krijgen van hoe dat dan precies zit met dat molecuul. Aangezien ik natuurlijk denk dat studenten maritieme techniek en ook studenten werktuigbouwkunde toch een beetje vergrijsd zijn in hun chemische kennis. Dus vandaar. En dat heeft ook betrekking met het huiswerk wat ik jullie wil vragen om deze eerste les te maken. Het is geen vervelend huiswerk, hoewel ik zou zeggen dat eigenlijk alles wat je voor deze mining moet doen niet vervelend is, maar goed. Ik heb hier een hoop filmpjes bij elkaar gezet. Die filmpjes die duren allemaal 5 tot 10 minuutjes. En in deze filmpjes wordt de basis van chemie die je nodig gaat hebben voor deze module wordt kort uitgelegd. Nogmaals, je moet niet keihard diep in de chemie voor deze module, want we zijn ingenieurs, we zijn geen chemici. Dus we gaan niet uitrekenen hoe precies een brandstofcel of een electrolyzer werkt. Maar we moeten er wel mee kunnen rekenen. Want we gaan ervan uit dat we zo'n brandstofcel of electrolyzer kopen. En als je zoiets koopt, dan moet je natuurlijk wel een klein beetje weten hoe die werkt. En om daarachter te komen, om die werkingsprincipes te begrijpen, wil ik jullie dus per persoon vragen om deze filmpjes gewoon eens even rustig te kijken. Achter je laptop, op het toilet, in de bus, maakt me geen zak uit. En daardoor heb ik ook de PowerPoint-presentatie online gezet. Want daar kan je gewoon naar de laatste en de ene laatste slide gaan. En heb je de linkjes naar al deze filmpjes. En ik heb een selectie dus gemaakt van de filmpjes die je nodig hebt. Slide 2. Om het minimale begrip te krijgen om in deze module echt te weten waar je mee bezig bent. Dus ik wil jullie vragen om deze filmpjes te kijken als huiswerk. En volgende week, zodra iedereen dus up to speed is met zijn chemie, kunnen we aan de slag gaan met deze opdracht. Maar onderschat het niet. Het is echt van groot belang dat je deze dingetjes even kijkt. Want anders ben je echt in het duister aan het tasten voor de rest van de module. En dat zou zonde zijn. Dat was het in ieder geval voor vandaag. Hier is nog het extra dingetjes trouwens. Van thermodynamica, warmtewisselaars en dergelijke. Als die nog wat verder zijn weggezakt. Maar die zouden jullie wel moeten weten. Mocht dat niet zo zijn, kijk deze ook even. Maar in ieder geval, dankjewel voor je aandacht. En dan zien we elkaar volgende week voor deze module. En morgen voor offshore wind farm design.